Hallo allemaal, ik ben nu op het KWPN-centrum in Ermelo, waar zometeen de hengstenshow gaat plaatsvinden voor het Gelderse paard. Dus ik ga vandaag filmen. Ik heb een plan om ook Marcel van Brugge te gaan filmen, want die gaat een hele leuke show geven vandaag. Hij heeft volgens mij 4 palomino's bij zich, een merrie en 3 hengsten. En hij gaat er iets heel leuks mee doen. En ik ga hem straks eventjes ondervragen wat hij precies gaat doen. En dan ga ik het ook allemaal voor jullie filmen. En natuurlijk alle andere hengsten. Dus stay tuned. Ik kom bij jullie terug. Zo knap, hè. Zo knap. Zo knap. Yeah. Mooi, hoor. Marcel, hoe is het? Goed. Welke paarden heb je allemaal mee? Edmundo, Odin, Nafrio, Eugene, Malotti en Miss Montreal. En die ga je allemaal laten zien vandaag? Die gaan we allemaal laten zien. En heb je nog iets speciaals in gedachten voor ons? Ja, ik denk dat het sowieso wel speciaal is dat natuurlijk Edmundo met 6 nakomelingen komt. En dan we gaan klavertje 3 rijden en hopen dat dat super verloopt. Nou, en wat voor nakomelingen? Allemaal kampioenen, begrijp ik? 2 kampioensmerries, ja. Meervoudig kampioenmerries. Oh, geweldig. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kom straks nog eventjes tussendoor kijken hoe je dat inspannen gaat doen. Ben ik wel heel benieuwd naar, van klavertje 3. Zie je straks. Yep. Thank you.
Dames en heren, u mag even een applaus geven. Fantastisch, mooi voorgesteld door Marcel van Brugge. Allemaal een mooi lint aan de hoofd en dat betekent dat we nu de ereronde krijgen. En ik zou willen zeggen, dames en heren, laat uw waardering maar eens horen. Ik pak een mooi extra rondje mee, gelijk heb je jongen. Nog één keer voordat we nu luisteren, nog één keer We zijn nu even op het bedrijf van Marcel en ik ben nog echt heel benieuwd om te horen van hem hoe het nou precies was gegaan op de Hengstenshow. Hoe vond je het zelf gaan, Marcel? Was je tevreden over de Klavertje 3? Ja, super tevreden. De Hengsten hebben zij top gedragen. Ik bedoel, het zijn toch jonge paarden, achterin zeg maar, Odin en Nafrio. Alles is goed verlopen, de tuigen zijn heel gebleven en het was een mooie show. Iedereen vond het leuk en iedereen vond het mooi. Ik zelf ook. Ja, prachtig. En ik was nog benieuwd, was ik vergeten te vragen in het begin, maar hoe lang heb je ongeveer getraind op de Klavertje 3 eigenlijk? Nou, we hebben het eigenlijk een beetje opgebouwd. Eerst tandem gereden met Edmundo met een touw met Ruin achterin. En toen hebben we span gereden met Nafprio naast die Ruin. Toen de eerste keer Klavertje 3 met Odin, of met Nafprio, Jupiler heet die Ruin, en Edmundo. Nou, en dat ging ook goed. En toen zijn we spannend rijden met Odin. En toen hebben we de formatie helemaal compleet gemaakt. Eigenlijk liepen de jonge paarden, zeg maar, de jonge hengsten liepen achterin voor de vierde keer naast elkaar. Nou, super. En Mundo liep er eigenlijk voor de derde keer voor. Wauw, dat is top. Brave beesten zijn het, hè? Ja, super. Braaf. Dat is echt top gedragen. Nou, het was een mooie show. Hartstikke bedankt, Marcel.